twee termen die met de letter S beginnen. Dat is Suzuki en dat is stekker hybride. En die twee die waren tot voor kort nog niet met elkaar verbonden. Ja, tot dit moment. Hier staat Suzuki's eerste plug-in hybrid. Maar kijk eens even heel goed naar die auto. Eerste Suzuki. Dit is een Toyota RAV4 plug-in hybrid met Suzuki merkwapens. Achterzijde bijna nagenoeg gelijk aan die van de RAV4. Aan de zijkant alleen andere wielen, nieuwe velgdesigns. Maar dat front is wel degelijk apart van de tekentafel gekomen. Het is niet zo dat je hier overheen krabt en dat je dan het bekende Toyota merkwapen ziet. Nee, die S die is er af fabriek opgeplakt. En wat hebben ze nog meer gedaan? Ze hebben er een compleet nieuw front op gezet. Deze lijn die is behouden gebleven. Net zoals deze lijn, ze hebben eigenlijk alleen de complete bumperpartij hebben ze hertekend en er in de fabriek in Japan opgeschroefd. Nieuw ontworpen lichtunits, maar die grill is veel groter dan die van de Toyota RAV4. En die opzetstukken in de zijkant, die zijn groter geworden, maar nog altijd op de juiste plekken waar die auto zijn koeling, zijn bekabeling en natuurlijk zijn veiligheidssystemen heeft bedekt. Dit is de Suzuki Acros. Ja, in die specifieke bumperpartij die maakt hem 3,5 centimeter langer dan een Toyota RAV4. In totaal is die van bumper tot bumper 4,63 meter half lang. En daarmee komt hij in het territorium van een Opel Grandland X van een Peugeot 5008. Hij is langer dan een Peugeot 3008 en hij is korter dan een Mitsubishi Outlander. Ja, en daarmee komt Suzuki in een territorium waar het tot op heden nog niet actief was. Maar Suzuki gaat dus wederom hogerop. Maar dit keer is het een auto van een ander kaliber. Het is een plug-in hybrid. En om met een plug-in hybrid te komen is Suzuki min of meer gedwongen. Vooral om in Europa auto's te blijven verkopen. De Japanners hebben zelfs overwogen om zich terug te trekken uit Europa. Maar met dank aan Toyota hebben ze besloten om toch te blijven. En waarom? Er is een samenwerkingsverband tussen Suzuki en Toyota. Suzuki die helpt Toyota aan motoren voor kleine compacte auto's, hoofdzakelijk voor India. En Toyota op zijn beurt die voorziet Suzuki van een plug-in hybride model in de vorm van deze Acros, wat dus feitelijk een RAV4 is. Maar er komt nog meer aan. Er komt nog een Toyota Corolla hybride aan. Ja, en die samenwerking tussen die twee Japanse merken. Mooi dat die zich zo ontfermt over die landgenoten. Kijk maar naar Subaru onder andere. Ja, dan gaat die samenwerking die gaat hoofdzakelijk op voor enkele Aziatische markten. Afrika en Europa. Maar Europa, ja, dat is toch wel een markt waar de industrie goed naar moet kijken. Want wat hebben ze afgesproken, de heren autofabrikanten, onder dwang van de Europese Commissie? Er komt een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 gram voor het complete wagenpark per fabrikant. Zit je erboven, dan betaal je torenhoge boetes. Ja, en wat is dan de CO2-waarde van deze auto? Die is 22 gram per kilometer. En hoe bereikt de Acros dat? Een 2,5 liter viercilinder motor voorin, 185 paardenkrachten. Daarbovenop nog een elektromotor van 134 kilowatt. En op de achteras hebben ze een elektromotor geïnstalleerd van 40 kilowatt. Met een systeemvermogen dus van 306 paardenkrachten. Waarmee je dus accelereert van 0 naar 100 in minder dan 6 seconden. Ja, prestatieniveau. Maar daarmee haal je die 22 gram per kilometer niet. Nee, het gemiddelde brandstofverbruik wordt enorm gedrukt. Vooral op papier tijdens die meetcyclus. Die dubieus is. Hoe dubieus? Dat hebben we al een paar keer uitgelegd in Autovisie Magazine en in onze video's. Daar gaan we nu niet nog een keer die discussie over starten. Maar die 22 gram CO2 per kilometer, die heeft deze auto te danken aan het feit dat hij een tussen aanstekens enorme batterij bij zich heeft. 18,1 kilowattuur is de capaciteit van het accupakket. En daarmee troeft hij alle concurrenten, zoals de eerder genoemde Peugeot 3008, 5008, Opel Grandland X
en die Mitsubishi Outlander troeft hij daarmee af. Want met dat accupakket haal je een elektrische actieradius van 75 kilometer. Toyota zelf geeft overigens voor die RAV4 plug-in hybrid een actieradius op van 90 kilometer. Maar dat kan volgens een afwijkende meetmethode voor de Japanse markt zijn. Maar 75 kilometer met deze Suzuki Acros is te realiseren. Moet je wel rijden over 50 en 80 kilometer wegen en niet vol gas op die autobaan gaan. Want dan trek je in één keer die accu leeg. Zoals je bij een benzineauto ook natuurlijk zijn brandstoftank leeg trekt. Maar die 75 kilometer is te halen. Puur op die elektromotor kun je tot een snelheid van 135 kilometer per uur rijden. Daarboven schakelt die automatisch over op die verbrandingsmotor. Maar wil je op lagere snelheden zelf bepalen of je nou puur op die elektromotor rijdt of op een combinatie van die verbrandingsmotor, die viercilinder met die elektromotor, dan heb je hier boven deze centrale draaiknop heb je druktoetsen zitten. En daarmee selecteer je de elektro vehicle modus of juist de hybrid vehicle modus. En als je in die hybride functie rijdt, dan heb je zelf niet door of je nou puur op die elektromotor rijdt of op die combinatie van beide. Dan zul je elke keer moeten kijken naar het centrale display in het instrumentarium of op het infotainment systeem hier in het midden om te kijken waar nou die energiestroom vandaan komt. Komt die van de verbrandingsmotor op de voorwielen of komt die nou uit dat 18,1 kilowatt groot accupakket? En ik zei net, dit is de auto met de grootste elektrische actieradius in dit segment. Natuurlijk, Toyota zelf komt ook met die Toyota RAV4 plug-in hybrid, maar niet voor, op zo'n vroegst kan ik beter zeggen, eind 2021. Ja, tot die tijd heeft deze Suzuki het rijk alleen. En dan moet ik gelijk weer de kanttekening bij plaatsen dat dat alleen voor de Nederlandse markt geldt, want die Toyota versie is wel in andere Europese landen leverbaar, terwijl dat die Suzuki weer niet in alle Europese landen leverbaar is, maar in Nederland als een van de eerste. Maar wat heeft Suzuki nou eigenlijk aan deze binnenzijde gedaan? Nou, helemaal niets. Behalve dat ze Toyota een nieuw stuurwiel hebben gegeven waar dan die beroemde S op staat. En dat laten ze dan in Japan in die auto's monteren. Het dashboard betekent dus, is identiek aan dat van de RAV4. En daar is helemaal niks mis mee. Het is gewoon een totaal overzichtelijk dashboard met van die grote knoppen, makkelijk te bedienen, met goede feedback van die knoppen. Het is niet allemaal van die touch buttons. Nee, het zijn echt van die ouderwetse knoppen. Als je erop drukt, dan voel je ook van, hey, ik heb er ergens op gedrukt. Ja, en dan krijg je ook als Suzuki zijnde dat tamelijk ouderwetse graphics van dat infotainment systeem. Ja, daar zou Toyota toch wel eens een keer een modernere variant van kunnen verzinnen. En wat dan grappig is, is dat je als je op het knopje map drukt, dat je dan de functie niet beschikbaar melding krijgt, want er is in deze auto geen navigatiesysteem leverbaar. Wat Suzuki officieel zegt is, ja, de auto heeft Apple CarPlay, de auto heeft Android Auto. En dat betekent dat je je mobiele telefoon via de kabel erop aan kunt sluiten. En dan heb je gewoon je navigatiesysteem of je routeplanner via je telefoon, via je mobiel device. En dat is de trend tegenwoordig. Dat klopt, maar als je kijkt naar de prijs van deze auto, dan zou je denken, oké, een navigatiesysteem, dat zou wel bij de prijs inbegrepen zijn. En waarom? Toyota levert zelf ook een navigatiesysteem. Die hebben alle software. En daar zit nu precies het probleem. De officiële reden is, de consument tegenwoordig gebruikt zijn eigen mobiel device voor een navigatiesysteem. De onofficiële reden is, we hebben hier te maken met een Toyota systeem. En dat betekent dat in het navigatiesysteem alle Toyota dealers zijn ondergebracht. Ja, en Toyota dealers, dat zijn geen Suzuki dealers. Stil, hè? Die aandrijflijn die hoor je nauwelijks, vooral als je elektrisch rijdt, maar ook met de verbrandingsmotor ingeschakeld is die aandrijflijn heel stil. Ja, tenzij je natuurlijk vol gas geeft, want dan begint die motor, die viercilinder 2,5 liter daar voorin, die begint dan akelig te gillen. Maar omdat die motor, die aandrijflijn zo mooi stil is, hoor je wel veel windgeruis en je hoort bovendien
hoor je ook de afrolgeluiden van de achterste banden. Ja, die afdekking van die bagageruimte die is wel heel erg dun, waardoor die geluiden meer in het interieur treden. Ja, die deuren die zijn wel voorzien van hele dikke isolatierubbers. Ja, hoe weet je dat? Nou, als je de deur iets te zacht dichtgooit, dan zal die net niet in het slot vallen en blijft die dus openstaan. Die deuren die moet je echt met flink geweld dichtgooien, wil ze dan in het slot vallen. Ja, met de Akros introduceert Suzuki een volwassen auto, een heel volwassen auto. Hij voelt heel degelijk aan, niet blikkerig als je de deur dichtgooit. Het is een hele ruime auto met voldoende zitmogelijkheden achterin. Helaas heeft hij daar geen verstelbare achterbank waar je in een auto van dit formaat en in dit segment had kunnen verwachten. Maar overal is het een heel fijne en prettig rijdende auto. Het prijskaartje kunnen we nog niet zeggen, is namelijk nog niet bekend. Kijk ervoor even op suzuki.nl op de prijslijst. Die prijslijst die omvat overigens maar één versie en die noem je dan staal. En die zit bommetje vol. Wil je extra opties, dan biedt Suzuki pakketten aan. En een van die pakketten is natuurlijk een trekhaak. Altijd makkelijk. Trekgewicht van deze auto 1500 kilogrammetjes. Overigens affabriek één optie. Dat is de meerprijs van de kleur voor wit en rood. Dien je bij te betalen. Ja, en dat is het.